Hierop en Elma Maliepaard, gitaarduo van de muziekschool hier op Corrie Overflakke. Voordat ik verder ga met meneer Poortvliet, kijken we eerst nog even naar een filmpje met beelden van de collecte in Goederede, Stellendam en Oudorp. Ruud, kom eens. Wat zien we? Ik ben getrouwd. Oh. En wat gaan we doen? Geld ophalen. Oud zijn en dan komt er een meloot binnenwandelen. En dan? Dan moet je geld overhandigen voor de scan. Nou, aan jou is het om het geld te overhandigen wat in Goederede opgehaald is. Goederede, Havenhoofd en de Oostdijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, namens het ziekenhuis, maar ook namens alle bewoners van Corrie Overflakke, plus de mensen die ooit eens keer gebruik zullen maken van het ziekenhuis. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ja, en veel geluk de komende uren. Dankjewel. Ja, mag ik de bruik nodig zien? Ja. Zo. Dat durfde jullie niet. 100 huizen is me verteld met Havenhoofd en de Oostdijk. Oostdijk erbij. Ja. Opbrengst? 5716 gulden, globaal. En dat betekent een gemiddelde van? 67 per woning. Ik denk dat het een gigantisch bedrag is en dat jullie als gemeente een perfecte aanzet zetten tot de CT. Ja, gelukkig wel. En ik hoop dat elk dorp aan dat bedrag komt. Vanuit een feestend Goederede terug naar Sommelsdijk, de Staver. Hoezo stellen, of hoezo Sommelsdijk, we zijn helemaal in de war. We gaan met de politie, want die zijn tenslotte je beste vriend. En die pet past ons allemaal. Wij gaan met de politie richting Stellendam, want wij gaan geld halen in Stellendam en Melisand. Echte kunnen uit Oostdam in Goederede. Alweer een aanbieding voor die CT. Vertel het maar. Nou, wij kunnen onmogelijk van Oostdam naar Middelharnis komen. Maar ook het partycentrum Oostdam draagt zijn steentje bij met Let's Dance. En dat is voldoende bekend op Thailand. We hebben 28 april een hele grote avond. Dat is de nationale voorronde van de karaoke kampioenschappen van Nederland. Hoofdprijs naar Amerika. En we willen de opbrengst geheel ten goede laten komen aan de Scandiavond. Dus het komt allemaal naar die avond toe. Want dan zal het ook zeker gebeuren dat we ver over de 1000 gulden en het potje erbij kunnen doen. Bovendien staat heel de week nog hier in Oostdam de bus voor de scan waar de mensen kunnen offeren. Dus we hopen dat die vergeten zijn toch nog naar Oostdam komen en daar nog wat ingooien. Namens de mensen van, denk ik, Goederede Overflakke, danken wij u hartelijk namens deze, of voor deze geste van het verenigingsgebouw Oostdam. Zit inmiddels Gerrit Poortvliet. Goedenavond. Welkom Gerrit. Wat is jouw betrekking met de CT-scan? Nou, een van de eerste betrekkingen is dat ik in Goes door een CT-scan zelf ben gegaan. Maar dat doet vanavond niet de zaak, want dat hoeft dus niet meer, heb ik begrepen. Mijn relatie met de CT-scan en actie is dat ik voorzitter ben van de stichting Omloop Corrie Overflakke. Een redelijk groot evenement hier in dit gebied. Daar... Vorig jaar, toen zaten we op het eindavond van de omloop, hadden we een ander goed doel. Toen burgemeester Boonstra was een zeer vooruitziend geest en die zei, joh, dat levert aardig wat geld op, die omloop, als die mensen zich laten sponsoren. Ik weet een goed doel voor 1995. En toen keken we elkaar diep in de ogen en toen begreep ik wel dat het iets in de regio was. En dat was nieuw voor de stichting. De stichting had altijd wat breder gedacht en nooit bij de regio terechtgekomen. We hebben toen
snel besloten dat de CT-scan in Duitsland ook de steun van de omloop behoefde. En wij hebben daar gewoon, zetten daarop in. Wij weten nog niet hoeveel dat onderdeel opbrengt. Wel is het aardig om vanavond te zeggen, en misschien dat is nieuw, dat alle deelnemers die hebben ingeschreven, die kunnen ook meedoen. Dat dus alle spanningen die er waren bij mensen die nog misschien op een wachtlijst komen, ik kan melden vanavond dat alle deelnemers kunnen meedoen. Dat zijn er tot op dit moment minimaal 625. Wij hebben gezien dat de sponsor enthousiasme bij de individuele lopers groot is. Als ik u zeg dat vorig jaar was er een gemiddelde sponsoring van 40% bij de lopers. Dit jaar schatten we dat in zo rond de tussen de 75 en 80%. En als ik dan zeg dat vorig jaar met 500 deelnemers en een percentage van 40% een sponsoropbrengst was van 42.000 gulden, mag u nu gaan rekenen wat wij verwachten. Dat is mijn primaire taak hier zo. Maar het gekke is, als je dan met zo'n actie wordt geconfronteerd, dan ga je toch ook eens nadenken. Niet alleen voor die loop te organiseren, want dat doen we nog met twee bestuursleden. Maar ik had ook nog wat contacten. En die contacten die liggen ook diep geworteld op Goriot-Vlakke. En ik wist dat er nog een Poortvliet was die contacten had op Goriot-Vlakke en heeft op Goriot-Vlakke. Die heb ik een aardige brief geschreven. Want Poortvlieten die hebben niet zo'n familiecontact, maar toch maar eens even een brief geschreven. En Rien Poortvliet die belde mij van de week op. De Rien Poortvliet? De Rien Poortvliet. Ja, het is Rien Poortvliet voor mij. Die heeft een museum in Middelharnis. Maar die belde me dus van de week op. En zei, wat bedoel je nou met die brief? Ik zei, ja, ik weet eigenlijk niet wat je wil, maar ik vind het leuk dat je belt. Hoe is het? Goed. Ja, we hebben elkaar een tijd niet gezien. Nee, jammer. Maar daar ging het dus niet over. Die zei, joh, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Zo'n actie op Goriot-Vlakke. Want dat ziekenhuis moet blijven. Dirksland moet blijven. Goriot-Vlakke moet blijven. En het moet ook nog bij Zuid-Holland blijven. Maar toen zei hij, ik wil ook meedoen. Maar hoe? Die zei, dat moet jij maar zeggen. Ik zei, ja, ik weet het niet. Ik zei, je hebt al je werken heb je in Middelharnis hangen. En ik weet het ook niet. En toen leidde hij de telefoon neer. Belde hij een uurtje later weer op. Heer Gerrit, ik heb het gevonden. Jullie krijgen als organisatie Omloop 2 originele werken van mij. Die zitten hierin. Ik zal het bewijzen. U ziet, de handtekening van Rien staat hier rechtsonder in de hoek. Dus dit is het postpakketje wat ik vanmiddag ontving. Maar nu is het gekke, en dat is toch een beetje het spannende in dit hele verhaal. Dit zijn 2 geschilderde plekjes op Goriot-Vlakke. Unieke, herkenbare plekjes. We hebben afgesproken, Poortvlieten onder elkaar, dat we hier heel veel geld voor op laten brengen. En we willen dat ook doen door zoveel mogelijk mensen te laten nadenken waar deze plekjes zijn. De Stichting Omloop Goriot-Vlakke, die gaat met deze 2 originele schilderijen van Rien Poortvliet een publieksactie omketenen dat mensen kunnen inschrijven, kunnen raden door middel van een multiple choice systeem, wat voor plaatsjes Rien Poortvliet op Goriot-Vlakke heeft geschilderd. De opbrengst van dat verhaal, en dat doen we ook tijdens de nacht van de omloop, duizenden mensen kunnen dan ook die 2 originele schilderijen zien. 1 van die schilderijen is daardoor te winnen, origineel. Wij stellen ons nu al voor die actie als stichting garant voor 12.500 gulden opbrengst. Geweldig. Ik heb gezegd, dan is er dus 1 schilderij weg. Want die wint iemand. Het 2e schilderij,
daar moeten we natuurlijk ook nog iets voor verzinnen. En dat zullen we dus doen op de eindavond van de omloop Goeree-Overflakkee, waar ook het bedrag van de sponsorgelden aan de organisatie voor de CT-scanactie wordt overhandigd, zullen wij de andere schilderij op een zeer verantwoorde wijze te gelden maken. En ik denk dat we dan met z'n allen daar wat van kunnen bakken. En dat is wat ik hier kom doen. Nou Gerrit, dankjewel. Zo kan je zien dat kunst, sport en gezondheidszorg toch op een hele mooie manier samen kan gaan. Dankjewel Gerrit. Wij gaan nu over naar een muzikaal intermezzo van Fanfare De Hoop. Gaat uw gang. En inderdaad, meneer Stolk, misschien dat u nog even wil blijven staan. Want ik zie hier dingen op scoreborden gebeuren. Dames en heren, de nieuwe stand op dit moment. €304.194.33. Burgemeester, dat gaat goed, hè? Hij gaat goed. Ik ga zo dadelijk even praten met de mensen die hier op het podium staan. Maar ik wil u ook nog even vertellen wat zaken die doorgebeld zijn. Want anders vergeten we dat weer. Meneer Verloon, die textielhandelaar uit Oude Tongen. Hij belde dat hij echt die 150 gulden overmaakt voor mijn sokken die hij op het podium heeft zien liggen. De heer Blok van het Rode Kruis in Middelharnis belde met 500 gulden. Dat is bijeengebracht tijdens de beurs op hier in de Staver. Toch weer een applausje waard, dacht ik zo. En vergeet niet de wandeldag op 22 april, die georganiseerd wordt door het Rode Kruis, speciaal voor de CT-scan. Ga gewoon door jongens, naar podium, dat decor stort in. André Klein uit Oudorp, hij belde, hij maakt 100 gulden over. Nico Kievit, de penningmeester van de eerste Flakkeese volgenvereniging, zegt een bedrag van 150 gulden toe. Hartstikke fijn, dankjewel. En nog eens een keer 50 gulden overgemaakt, nog eens 100 gulden. En 1000 gulden van de heer Gazenbeek van Kabelkrant Goeree-Overflakkee. U weet wel, via dat kanaal kunt u nu kijken naar deze tv-uitzending. Verder heb ik u nog te melden. 5 mei, bevrijdingsconcert in de Staver. En dan treden 10 koren op van het eiland. En ook de opbrengst bij het bevrijdingsconcert is speciaal voor de CT-scan de moeite waard om daar heen te gaan. Dames en heren, ik heb hier nog een paar gevers op het podium staan. We hebben vanavond bedragen gehoord waar je koud van wordt. En dan hebben we ook mensen gezien waar ik hou van woord. En dit zijn dan van die dingen, dat vind ik hartstikke leuk. Je naam was? Jan. Jan, wat heb jij gedaan?
Ik heb 5 gulden uit mijn spaarpot gehaald. Dames en heren. Dankjewel. Je mag hem daar inleveren bij het Tel-Eiland. Hartstikke fijn. Dan gaan we over naar de bestuurders van Goriel Flakey. Enkele waren verhinderd. Ik heb zo van die zaken die lang van tevoren besproken worden. Maar ik heb er toch 3 op een rijtje gekregen en 3 bij elkaar. Wie weet wordt het nog wel eens 1 gemeente hier. Goed, praten we al een keer over. Heren. Met wie gaan we beginnen? Tom van Pelt, gemeente Oost-Flakey. Zou u maar namens de 4 gemeenten het woord laten voeren? Oh, dat mag gerust. Dat mag. Dat nou, is dan... helemaal niet aardig voor, he. Die is niet zo kleinzielig. Nou, dan wil ik daar mijn best voor doen. Hij is er, hè, de heer Visser. Ja, dan wil ik daar mijn best voor doen. Maar dan moet ik eerst even beginnen met een andere opmerking. Wij kennen bij ons in de gemeente het systeem van flexibele beloning, heet dat. En dat betekent eigenlijk onder andere dat aan het eind van het jaar iedere werknemer 50 gulden krijgt. Waarmee ze dan weer met elkaar iets aardigs kunnen gaan doen. En bij ons in de gemeente hebben de sector middelen en de buitendienst hebben dit jaar gezegd, wat ons betreft gaan die 50 gulden gaan naar de CT. En dat betekent een bedrag van bijna 2000 gulden. Van het personeel van de gemeente Oost-Flakey. Vervolgens konden we als gemeente zijn er natuurlijk niet achterblijven. En dus heb ik hier een cheque bij me die van de gemeente Oost-Flakey is. En die bedraagt 2500 gulden. En als ik dan gelijk door mag praten voor die andere gemeente, dan weet ik al, ik pak hem hier aan van goede reden. En ik weet wat erin zit, 2500 gulden. Ik pak de cheque aan van Dirksland, ik weet dat daarin zit, 2500 gulden. De week Middelharnis wel hoor. En die van Middelharnis is 2500 gulden. Kijk, dames en heren, zo gaat hij goed. Dankjewel. Dankjewel heren. Veel succes ermee. Bedankt, ik hoop niet dat u hem hoeft te gebruiken. Meneer Boonstra, is het weer niet goed dat uw collega van Oost-Flakey het woord voert? Ja, dat is natuurlijk voortreffelijk. Hij mocht ook vertellen dat de gemeente Dirksland 2500 gulden beschikbaar stelt. Dus dan zien de mensen thuis u ook. We zijn één wat dat betreft. Alle gemeenten betalen 2500. Maar het ziekenhuis staat nu eenmaal in Dirksland. En dat betekent toch dat wij in Dirksland, u moet het ons maar niet kwalijk nemen, ons net even ietsjes meer betrokken voelen bij het ziekenhuis dan de bewoners elders op het eiland. En dat betekent dat wij als gemeentebestuur gezegd hebben, nou, dan doen wij er nog maar 5000 gulden bij. Dus dat bied ik bij deze aan. En ik denk dat daarmee natuurlijk onze liefde voor het ziekenhuis niet op een juiste wijze is weergegeven. Maar in ieder geval de symboliek duidelijk overgekomen is. Dankjewel burgemeester voor de 5000 gulden extra. Heren, dank u. En dan hebben we de heer Fabert. Ik heb hem ooit ontmoet toen ik op een maandagmorgen een pak zocht. En u heeft ook nog wat bij u. Namens wie? Namens de middenstandsvereniging, winkelcentrum Den Diek uit Middelharnis. Een cheque ter waarde van 4000 gulden. Dames en heren, 4000 gulden van de middenstandsvereniging. Geweldig. Ik ga gelijk even kijken bij de man die alles in zit te toetsen, zit te ratelen en zit te doen. Misschien dat de hoop me nog even een roffeltje gaan geven, want ik krijg weer een papiertje aangereikt. Dames en heren, de nieuwe stand op dit moment. 326.599 gulden. En nog 33 cent, Jan, die stond er nog steeds achter. Ik ben toch benieuwd waar die 3 centen vandaan komen. Desiree. Dankjewel Maarten. En dan heb ik de eer om te mogen aankondigen een muzikaal intermezzo van Herien Wieringa. En dat gaat gebeuren onder begeleiding op de piano door Mario Boom. Herien Wieringa. Thank you.
Inzamelen voor de zieke mens, dus dat de mens geholpen kan worden. Dit gaat over de mens die niet ziek wordt, maar sterft in een oorlog. Het is een kind die zich afvraagt en vraagt aan de leraar, waarom gaan zulke mooie mensen zoals wij allemaal zijn, toch altijd in alle oorlogen dood? Thank you.
mevrouw Herin Wieringa. En als ik het... En als ik het nu goed begrepen heb, gaan we eerst nog kijken naar een filmpje van de collectanten. Maar vragen me niet meer welke collectanten, want we hebben er al zoveel gezien. Ik hoop dat we nu kunnen overgaan naar dat filmpje. Oh ja hoor, geen dank. Dag. Dag. Dan gaan we deze strijd gehad hebben. Ja, dat ben ik klaar. Dan gaan we hier weer verder hopen dat... Nou, volgens mij is het goed gedaan vanavond. Ja. He? Ja, zeker. Ik heb het goed gedaan. Ja. Ja, voor we goed doen met allemaal zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Zoiets. Ja, zeker. En zeker voor ons eigen eiland. Ik bedoel, dat ja. Iedereen wil toch een klein steentje. Ja, zeker. Zo wordt het. Ja. Kom. Kom maar. De CT scan voor Dergsland. Voor iedereen. Geven mensen. Alsjeblieft. En toch kunnen we dat de kopjes gaan. Ja, kijk, alsjeblieft.
de Skaan van Dergeland. Ja, maar zo. Ja, ja, de Skaan van Dergeland. De Skaan van Dergeland. Noem maar prijs. Ja, waarover dan? En dat er maar veel mogen volgen. Ja. Ja. En dat was hier dan nog een filmpje met mensen die druk bezig waren om te collecteren voor de CT van Gorrie Overlakee. En dat brengt bedragen bij elkaar waar we toch iedere keer weer koud van worden. Want ik heb ondertussen weer een nieuwe stand. En de stand is geworden... $326.599 en nog steeds 33 cent. Voordat we overgaan naar onze volgende artiesten hier op het podium en overigens de laatste artiesten hier op het podium, wil ik nog even ons telefoonnummer noemen. Dat is 01870 en daar zou ik het uit mijn hoofd moeten doen, 83306. Inderdaad, 83306, 01870, kunt u nog bellen. En iets dat ik helemaal vergeten ben. En als hij vanavond thuis komt en de videoband af zit te kijken, weet ik zeker dat ik gigantische ruzie krijg met Sam van der Wellen. Hij kwam vanmiddag naar ons toe en zei, jongens, ik heb nog 4 VIP-kaarten voor Back to the 60s. En die kunnen we per opbod verkopen. Ze kosten normaal 50 gulden stuk, dus dat is 4 keer 50 is 200. Nou, daar hoeft u niet voor te bellen. Vanaf 250 gulden kunt u gaan bellen, 01870 83306. En hier in de zaal mocht u een leuk bod uit willen brengen, kan dat ook. Er is vast wel bij de teltafel iemand die dat kan noteren voor ons. Dus voor 4 VIP-kaarten van Back to the 60s, 01870 83306. En minimaal 250 gulden, dan steek ik ze zelf wel in mijn zak. Ja, dan betaal ik gewoon 250 gulden overigens, dus dat denk ik niet dat ik het voor niks doe. Ondertussen zie ik dat Herien klaar is met haar laatste optreden. Ze is even vlug aan het omswitsen geweest, dames en heren. Graag nog even uw aandacht voor onze laatste artiesten van vanavond. You're weary.
must be coffee and tea and the devil in me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Yeah. I love Jever, sweet and hot. Whoops, miss the motto, I'm a coffee boss. Shoot me the ball and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Dankjewel, Close and Comfort Close, dat jullie waren. Even de klussen, dan waren die anderen weer. Nou, in ieder geval, hartstikke bedankt dat jullie ook hier vanavond aanwezig wilden zijn. Dames en heren, het is 10:55 en 5 minuten geleden hield ons draaiboek op. Want 5 minuten geleden hadden we moeten stoppen. Maar gelukkig kunnen we nog even doorgaan. En daarvoor wil ik toch even de heer Gaasbeek bedanken met de kabelkrant Goriel Flaké. Dankjewel. Eigenlijk had ik dat verhaal van Sam van der Wellen veel en veel eerder moeten vertellen. Want Happy Music, die kwam er gelijk overheen, althans kwam er ook bij, en zegt, ik heb nog 4 kaarten van de partyboot, 30 gulden stuk, die gaan we ook per opbod verkopen. Dus misschien dat meneer Zwijgers nog lang door kan gaan op 0870-833-06. U kunt gewoon bieden voor elke kaart die u maar wil, maar wel zoveel mogelijk. En Happy Music gaf gelijk weer 250 gulden. Dankjewel, Happy Music. Dan gaan we even naar Desiree. En ik denk, Desiree, dat je een stap naar voren moet doen en moet proberen op een andere camera te praten. Want het podium vult zich, vandaar dat het misschien wat beelden, andere mensen door je beeld ziet komen. Gehoor aan. En hier naast mij staat Jan Lodder, wel bekend. En ik moet jou het woord geven, dus Jan, ga je gang. Ja. Nou, het is namelijk zo, mij is gevraagd door de VEMA, het bestuur. Ik als Nestor van Radio Flaké, liever was ik de Benjamin, maar dat kan nu helemaal niet meer. Om alle mensen die hebben medegewerkt van Radio Flaké aan deze tv-uitzending. Toen werd mij vanmorgen gevraagd hoeveel zijn dat er. Ik kon er geen antwoord op geven. Ik ben een beetje aan het checken gegaan en ik kwam aan 40. Ze zijn allemaal even belangrijk. Ik vind één ding jammer en ik weet niet of er een spotje gezet kan worden op Adwin Pes. Die in die wagen hier buiten zit. Want die heeft ook heel veel gedaan. Maar de andere jongens, niemand te nagesproken. Ze hebben allemaal verschrikkelijk veel werk verzet. En dat wil de VEMA ook nog met een klein dingetje bedanken. En dat gaan ze doen door middel van die mevrouw die hier staat. Die heeft iets in haar hand. Dan gaat ze straks laten zien wat het is. En daar komen dan bonnen uit. En die bonnen die zijn te goed bonnen voor een kop koffie met een gebakje bij Bakker Binnenveld in Middelharnis. Ze mogen een introducé meebrengen, maar die introducé die moet wel de koffie en het gebakje betalen. Maar die opbrengst die gaat dan weer naar het goede doel, naar de scan. Eén ding ben ik vanavond nog vergeten, dat zijn die 3 mannen die daar staan. De 3 mooiste gedichten die aangeleverd worden, die zijn geschonken door Teun Niepjes. De voormalige bakker van Stad en Haremvliet en oprichter van de koekfabriek Niepjes. Nu Teun Niepjes in Middelharnis, die heeft deze 3 mannen geschonken. En de 3 mooiste gedichten die binnenkomen, die kunnen meeloten naar deze 3 mannen. Ik wil even het hierbij laten tot die mevrouw dit opengemaakt heeft. En dan gaan we het andere doen. Ik weet niet, Adwin in beeld, is dat mogelijk? Daar komt hij, daar komt hij. Geef die man een hartelijk applaus.
En niet Adwin alleen, maar alle medewerkers, geef ze een daverend applaus wat zij vanavond voor elkaar hebben gebracht. En voor de rest ga ik niemand bedanken, enkel de medewerkers die aan de tv-uitzending hebben meegewerkt. Voor het andere bedanken geef ik straks de microfoon over aan Maarten en die gaat met de anderen heren spreken. Mevrouw, kan u het loskrijgen of lukt het niet? Laat dit nu een microfoon zijn en ik neem aan dat er slof op staat als ik goed kijk. Schitterend, schitterend. Houd hem even zo, mevrouw, dat ze hem kan zien. Die dus aan deze avond achter de schermen vreselijk hun best hebben gedaan. Hier zitten alle bonnen in. En ik hoop dat ze er allemaal gebruik van maken. En deze microfoon staat als symbool voor wat zich deze avond allemaal afgespeeld heeft. En ook als de CT, die dus ook vandaag centraal gestaan heeft. En ook de komende tijd nog centraal zal staan. Dankjewel. Dankjewel. Dan ga ik even proberen om één uit te halen. En die geef ik dan symbolisch. Laat me er twee doen aan Maarten en aan Desiree. Maar alle medewerkers krijgen zo'n bon om een lekker kopje koffie te gaan drinken bij Bakker Binnenveld in Middelharnis. Hier zit de rest in. Desiree, jij de eer om het overal te ontvangen. Jij krijgt de deze, je weet precies wie er allemaal heeft meegewerkt. Hebben we nog even wat te doen vanavond. Zorg dat op zijn plaats komen. Hier wil ik het even bij laten, ik zou zeggen. Dankjewel. Tot kijk of tot ziens. Dankjewel, Jan. Ja, dan hebben we ineens een microfoon extra. Die niet, misschien dat u hem daar op tafel wil leggen. Dat is misschien wel aardig. Voordat ik het slotwoord ga geven aan burgemeester Boonstra en de heer Van Ziels namens de VEMA, de voorzitter en de woordvoerder, wil ik toch nog even wat mensen noemen die gebeld hebben. Dat had ik net voor het item met Jan moeten doen, maar ja, ik vergeet ook wel eens wat. Cor Noordhoek namens de visserijvereniging Ons Belang ten Goede Reden geeft ze een bedrag van 500 gulden. Ria Welleman namens administratiekantoor Welleman 500 gulden. Bouwbedrijf Jonge Jan te Middelharnis 500 gulden. En hij ratelt weer de teller hier zo. Zwemvereniging De Gooien heeft 100 leden en bieden per persoon 1 gulden. 100 gulden van De Gooien. En verenigingen, wij stoppen zo dadelijk wel. Maar u mag best even uw leden tellen en het bedrag alsnog overmaken. Mevrouw Meinders uit Medelsand, 100 gulden. En Leen Mierop belt namens voetbalvereniging WFB te Oudorp. Ze hebben 3 weken geleden de Westerbal verloot. En de opbrengst daarvan is geworden 432 gulden. Zojuist werd opgelezen, een bedrag van 7.607 gulden. Volgens hem dan niet, maar goed, hij heeft meegeteld. Jan, waar zitten we op dit moment op? Kan je het nog even afscheuren? En dan gaan we naar de laatste stand voor vanavond. ...328.751 gulden en 33 cent. Overigens ben ik er ondertussen ook achter waar die 3 cent vandaan komen. Er was een jong stel in de Groene Zoom en ze hadden geen cent meer. Alleen nog wat koperstukjes van haar opa. En dat waren die 3 cent en nu zijn ze helemaal blut. Dankjewel dat je die ook nog gegeven hebt. Burgemeester. 10:50. En we gaan stoppen. Ik geef u de microfoon. Ja, ik vind het het moeilijkste moment. Je hebt er een hele tijd heb je naar uitgekeken. Spanning, met elkaar erover gesproken. Zou het lukken? Zou het voor elkaar krijgen? En dan gaat die avond, dan komen de cijfers op je af en dan word je eigenlijk overdonderd. Overdonderd door het grote bedrag wat door de inwoners van Goeree-Overflakkee en zelfs daaromheen bij elkaar gebracht is. Ik zou allereerst alle inwoners van ons hele goede eiland heel hartelijk willen bedanken voor de bijdrage die ze vanavond hebben geleverd. Jullie hebben het voor elkaar gebracht. Hier is de organisatie geweest, maar uiteindelijk is het geld door jullie bij elkaar gebracht. Ik vind dat we voor jullie met elkaar een geweldig applaus moeten laten horen. Voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. Dat waren de inwoners van de Goeree-Overflakkee. Ik moet u zeggen, toen wij ons wat bezig hielden in dat stichting FEMA met het organiseren van de actie, toen wisten we natuurlijk wel dat we een beroep op de mensen zouden moeten gaan doen. Ja, dat konden wij niet. Die huisman heeft een mooie stem, de heer Van Ziels heeft een mooie stem en de mijne klinkt dan ook aardig. Maar we wisten dat we nooit de mensen zouden kunnen bereiken. De enige manier voor ons om echt de mensen te bereiken was door contact op te nemen met de slof en te vragen of zij ons wilden helpen bij het organiseren van deze actie.
En het is er net ook al door het senior lid van de radio naar voren gebracht. Ze hebben het op een voortreffelijke wijze gedaan. Dit had door niemand anders zo georganiseerd kunnen worden. Jongens, ik mag nog één keer jongens zeggen. Jongens en meisjes, het was gigantisch wat jullie gedaan hebben. En de mensen hebben het natuurlijk gedaan. Maar dankzij jullie, dat realiseren we ons heel goed. Dankzij jullie is het enthousiasme en is die verbondenheid met de scan in het ziekenhuis van de eerste aan de stand gekomen. Mijn ongelooflijk harde dank. Ik vind het fantastisch wat jullie gedaan hebben. Ik geef deze reen een kus. Mag voor het plezier. Maarten. Is dit een enkele keer wel eens tegenover elkaar zaterdagmiddag luisteraars, moet ik dan bijna zeggen. En dan kijken wij elkaar zo aan. Ik weet, als wij voortaan tegenover elkaar zitten, dan vergeten wij deze avond nooit meer. Dit is voor ons onvergetelijk geweest. En die heeft daar met elkaar een bijdrage geleverd. Het was geweldig. Meneer Wil van Siels nog even wat zeggen. Ja, er komt net nog een telefoontje binnen van C1000 in Derkstand. En die maakt het bedrag rond tot 330.000 gulden. Dankjewel allemaal. Aan het begin van de avond zongen we met z'n allen hier op het podium CT-lied. En ik zeg met z'n allen, want ook de mensen achter de schermen weten zo langzamerhand wel hoe het CT-lied aan elkaar steekt. We gaan het nu nog één keer doen. En ik hoop dat we met z'n allen mee kunnen zingen. Het is een lied waar denk ik precies uitkomt wat we bedoeld hebben toen we deze actie begonnen. Onder het lied krijgt u een titelrol. En ik zou gaan willen vragen eigenlijk, geef ook die titelrol even uw aandacht. Want dat zijn de mensen die het ook gedaan hebben. Dankjewel, tot de volgende keer. Het hart van ons eiland, wie weet waar dat is. Geen stad of een dorp, nee, dan heb je het mis. Het centrum van zorg met een oog voor elk mens. Van Beheel Bethesda, het huis met een wens. Een huis dat wil zoeken naar onze fontein. Zodat er weer leven weer voor ons zal zijn. Een huis dat wil vechten voor elke patiënt. Een huis waar men zoekt is een huis waar men stemt. En als je zo klein en zo bang.